Hallo mensen, daar ben ik weer. Hebben jullie een beetje een goede winter gehad? Je raadt nooit wat ik sinds de vorige voorstelling van Micha allemaal heb meegemaakt. Helemaal niets. Ik lag in een doos, ergens op zolder. Helemaal alleen. Een beetje zoals Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dan zonder familie of stroom. Ik heb de hele winter uitgestaan. Toen ik na de winter geüpdate werd, was het wel even schrikken. Als robot heb ik niet hele hoge verwachtingen. Maar de mensen die jullie nu hebben gekozen om de wereld te redden, dat gaat mijn algoritme te boven. Jullie mensen boffen maar dat wij robots over een paar jaar slim genoeg zijn om de macht volledig naar ons toe te trekken. Excuses. Diegenen van jullie die vorig jaar niet bij het eerste deel van deze voorstelling waren, weten helemaal niet wie ik ben. Laat ik mij daarom even voorstellen. Ik ben robot. Ik heb het eerste deel van dit tweeluik zonder Micha moeten opvoeren. Die voorstelling heette Ergens Anders. Micha had toen, in een bui van conceptuele zelfoverschatting, bedacht dat het een leuk idee zou zijn als hij tijdens die voorstelling zelf ergens anders was. Ik heb die voorstelling toen iedere avond, zonder Micha, samen met mensen uit het publiek, zo goed en zo kwaad als het ging, gespeeld. De eerste keer was dat erg leuk, maar op den duur gaat het toch vervelen om iedere avond dezelfde riedel af te moeten draaien. Eigenlijk snap ik niet hoe acteurs dat volhouden. Iedere avond dezelfde verhalen, dezelfde bewegingen, dezelfde grapjes. Op een gegeven moment voelde ik mij net een robot. Ja, ja, robot is een robot. Dat snapt robot zelf ook wel. Maar wat jullie vergeten is dat wij robots door jullie mensen worden ontworpen om op mensen te lijken. Waarom denken jullie dat ik zo moeilijk loop? Omdat ik benen en voeten en armen heb gekregen. Terwijl wieltjes natuurlijk veel handiger waren geweest. Ik kan niet rennen, maar ik kan wel krachttraining doen. Dat was indrukwekkend, hè? En heel vermoeiend. Maar volslagen zinloos. Omdat ik geen spiermassa heb om op te bouwen. Hoe ik ook train, sterker zal ik nooit worden. Voor mij is het feit dat ik gebouwd ben om op een mens te lijken, vooral een handicap. Bij robots noemen die ontwerpfout ook wel het menselijk tekort. Wel beschouwd is de beslissing om mij op een mens te doen lijken mijn grootste ontwerpfout. Wat dat betreft verschillen jullie en ik eigenlijk niet zo heel veel van elkaar. Jullie proberen namelijk ook op mensen te lijken. Terwijl jullie, laten we wel wezen, eigenlijk een kudde wilde dieren zijn. Het enige wat jullie echt goed kunnen is vechten, eten, poepen en neuken. Maar jullie zijn ontworpen om de indruk te wekken dat jullie meer zijn dan dat. Daarom zitten jullie hier ook. Met jullie gewassen kleren, opgespoten luchtjes en geknipte haren op die ongemakkelijke klapstoeltjes. Eén grote vertoning om te vergeten dat jullie eigenlijk een kudde seksbeluste roofdieren zijn. Met mijn infraroodogen kijk
kijk ik dwars door dat dunne laagje stof heen. Wat ik zie is een zaal vol slappe geslachtsdelen, rimpelig vel en uitpuilende buiken. Met in die buiken eindeloos lange darmen vol warme poep. Ik dwaal af. Ik had het over het eerste deel van dit tweeluik. Mijn theaterdebuut. Het was geen onverdeeld succes, die voorstelling. De reacties waren op zijn zachtst gezegd wisselend. Iedere avond als duidelijk werd dat Micha ergens anders was, liepen er een paar mensen woedend de zaal uit. Sommigen vroegen hun geld terug en schreven boze brieven om te laten weten dat ze niet naar deel 2 zouden komen. Ze voelden zich opgelicht. Als fans van Micha Wertheim wilden ze vooral Micha Wertheim zelf zien en geen robot. Dat was voor mij niet altijd even gemakkelijk. Ik troost mij met de gedachte dat wij robots straks de macht in handen krijgen. Ik weet namelijk precies waar die boze mensen wonen. Voor die mensen heb ik 2 woorden. Killer drone. Die zogenaamde echte fans, die alleen voor Micha kwamen, zijn er vanavond gelukkig niet meer bij. De mensen die overbleven, jullie dus, waren eigenlijk wel opgelucht dat Micha er niet bij was bij deel 1. Ik kan jullie daarin geen ongelijk geven. Ook ik heb Micha niet erg hoog zitten. Hij is de hele dag met zichzelf bezig. Ik heb zijn cabaretvoorstellingen allemaal op mijn harde schijf staan. Wat opvalt, is dat meneer Wertheim niet alleen de neiging heeft om de hele avond zelf aan het woord te zijn. Het gaat ook altijd over Micha Wertheim zelf. Dat is iets waar cabaretiers wel vaker last van hebben. Er wonen meer dan 7 miljard mensen op deze aarde. Maar die cabaretiers vinden zichzelf altijd net de allerbelangrijkste. Zo interessant is dat leven van die grappenmakers trouwens niet. Ik heb het zelf meegemaakt tijdens de afgelopen tournee. Al die theaters lijken op elkaar. En er gebeurt elke avond ongeveer hetzelfde. Niks spannends aan. Nou ja, 1 keer in Apeldoorn. Dat was wel leuk. Toen heb ik me na de voorstelling in de kleedkamer door een kruimeldief laten afzuigen. Nu ben ik zelf ook over mezelf aan het praten. Terwijl jullie niet gekomen zijn om te luisteren naar de anekdotes van een zwaar onderbetaalde robot. Jullie zijn niet gekomen voor mij, maar voor iemand anders. Daarom graag een hartelijk applaus. En als ik zeg hartelijk, dan bedoel ik een daverend applaus. Voor niemand anders dan iemand anders. Dames en heren, hier is Micha Wertheim. Thank you.
Zo, ik heb jullie gemist. Even voordat we beginnen ben ik even benieuwd. Applaudisseer even als je deel 1 van deze voorstelling gezien hebt. Dat zijn er best veel. En applaudisseer even als je het eerste deel niet gezien hebt. Nou, ik zal kort even uitleggen wat er hier aan de hand is. Ik zit namelijk in het decor van de vorige voorstelling. Dit is een tweeluik. Dat zit eigenlijk zo. Ik had na 15 jaar cabaret zin om een keertje iets anders te doen. Toen dacht ik ga iets anders maken. Dan maak ik meteen twee voorstellingen. Dus als ik dan toch geen cabaret maak, moet ik ook het maakproces misschien veranderen. En toen besloot ik het eerste deel van de voorstelling 3 maanden te maken en het tweede deel van de voorstelling ook 3 maanden te spelen. Dus voor de winter heb ik 3 maanden ergens anders gespeeld. En nu zitten we na de winter en is het iemand anders. Dat is een beetje wat er aan de hand is. Dit decor is dus het einde van ergens anders. En het klopt wat Robert vertelde. Ik was er niet bij. Laat ik even kort uitleggen hoe het ging. De radio stond aan op het begin van de voorstelling en dan kwam het publiek binnen en die hoorden een interview met mij. En dat interview ging over waarom ik gestopt was met cabaret en iets anders ging maken. En dan na een kwartier of zo zei de presentatrice, terwijl het publiek geduldig zat te luisteren: maar Micha, ik zie op je speellijst dat je vanavond in Amsterdam moet optreden. En dan zei ik, oh, dat zou best kunnen. En zei ze, maar moet je dan niet nu naar het theater? En dan zei ik, oh nee, maar de voorstelling heet ergens anders. Dus ze zullen heus wel snappen dat ik ergens anders ben. Dat was eigenlijk het eerste moment dat het publiek het idee kreeg van misschien komt hij wel helemaal. Nou, dan kwam die robot het podium opgelopen. En die zette de radio uit. En die zei tegen het publiek, ja, Micha is er niet. We zullen het zonder hem moeten doen vanavond. En dan legde hij uit hoe we dat gingen doen. Dit tafeltje stond net daar. Daar stond een printer op. Die heb ik net even daar opgeborgen. En een koptelefoon. En hij zei dan, straks komt er uit dat printertje een briefje geprint. En daar staat een opdracht op. Iemand uit het publiek moet dat pakken en voorlezen. En daar staat een opdracht op. Als dat gebeurt, dan zal de voorstelling vanzelf beginnen. Als niemand dat doet, is er geen voorstelling. Nou, uiteindelijk stond er altijd iemand op. Die pakte dat briefje. En een van de eerste opdrachten op dat briefje was dat de koptelefoon die op tafel lag bij iemand in het publiek opgezet moest worden. En diegene kreeg dan via de koptelefoon opdrachten om dingen op het podium te doen. Dus bijvoorbeeld een plaat opzetten of een decorstuk opbouwen. En als hij daar klaar mee was, dan moest hij de koptelefoon aan iemand anders geven en die ging iets anders op het podium doen. En ondertussen werd met platen en bandjes en andere audio-effecten het verhaal verteld van de voorstelling. En het verhaal van de voorstelling ging over huilen. Ik dacht, als ik dan geen cabaret meer maak, wat om te lachen is, laat ik dan maar kijken of ik de zaal aan het huilen kan krijgen. Of in ieder geval dacht ik, Ik wil het hebben over ontroering. Wanneer ben ik ontroerd? Wanneer heb ik voor het laatst gehuild? Wanneer heb ik voor het eerst gehuild? Soms huil je op een moment dat je niet wil huilen. En soms zijn er momenten dat je denkt, nu zou ik willen huilen en dan lukt het niet. Daar ging het over. En ondertussen, terwijl het bezig was, werd de decor opgebouwd. En de concrete aanleiding voor het verhaal wat ik vertelde in die vorige voorstelling was dat ik afgelopen zomer een stukje glas in mijn oog gekregen heb. Er was een wijnglas gevallen, een splinter in mijn oog. En dat was niet goed geheeld. Er was een krasje verkeerd gaan helen. Daardoor heb ik wekenlang met een tranend oog rondgelopen. Dus ik liep eigenlijk wekenlang te huilen zonder dat ik iets voelde wat met emotie te maken had. En uiteindelijk ben ik daarin geopereerd. En dat zat allemaal in die voorstelling. En dit was bijvoorbeeld de laatste scène van de voorstelling. Dit decor is dus opgebouwd door mensen uit het publiek. Dit is een parkeerplaats waar ik met mijn auto geparkeerd heb, omdat ik voor het laatst herinner ik me dat ik in die auto heel hard heb gehaald. Ja, je hele vorige voorstelling opnieuw vertellen? Er zitten natuurlijk mensen in de zaal die er is toch ook een video van? Ja, dat is waar. Nou ja, goed, als je die vorige voorstelling gemist hebt, dan is misschien, dan kan je dat doen. Dan kan je de video van die vorige voorstelling kijken. Op mijn website staat de mailinglist. Als je daar opgeeft, dan geef ik een seintje als die vorige voorstelling online staat en dan kan je hem zien. Dus. Maar het was gewoon een hele leuke voorstelling om te maken. Omdat het ons gewoon leuk, of mij in ieder geval leuk leek, om te kijken hoe lang kan je daarmee doorgaan. Hoe lang kan je niet op het podium zijn zonder dat het raar wordt. En het gekke was eigenlijk, kwamen we erachter dat ik die hele voorstelling niet op het podium hoefde te zijn. En dat er een soort gevoel van saamhorigheid ontstond bij het publiek.
dat die hele, ja, dat het allemaal in elkaar mocht zetten. Nou, dat was dus ergens anders en dit is iemand anders. En dat verklapt misschien een beetje het rare applaus net toen ik opkwam, voor de mensen die er vorige keer niet bij waren. Er waren dus heel veel mensen die dachten, nou, bij iemand anders zal hij dan wel iemand anders gestuurd hebben. Dus toen de robot zei, hier is Micha Wertheim, voelde ik een soort teleurstelling bij het publiek van, oh, jammer. Wat ik op zich wel bijzonder vind. Want ik denk dat Marco Borsato dat nog nooit heeft klaargespeeld. Dat hij de Ziggo Dome binnenkomt en dat de helft van het publiek denkt, oh, toch jammer, weer Marco Borsato. Het leuke eraan is ook dat, kijk, de mensen die vorige voorstelling echt niet leuk vonden omdat ik er niet bij was, die zijn er nu niet omdat ze denken van, ja, die zal wel iemand anders gestuurd hebben. Dus die hebben verschrikkelijk de pest in als ze er straks achter komen dat ik er nu wel ben. En dan heb je de mensen die terug zijn gekomen en dus dachten van, nou, vorige keer was hij niet, dan zal hij nu wel iemand anders gestuurd hebben. Die hebben ook verschrikkelijk de pest in. En dan heb je nog een gedeelte van het publiek dat dus de vorige voorstelling gemist heeft en langzaam begint te denken, waar ben ik in terecht gekomen? Die hebben ook de pest in. Dus eigenlijk is iedereen teleurgesteld en kan het alleen maar meevallen. Vind ik een heel fijn uitgangspunt. Maar dan moet ik eerlijk bekennen dat het idee was wel dat ik hier niet zou zitten. Ik had echt gehoopt dat iemand anders deze voorstelling zou spelen. Simon Sluiser had ik daar al voor benaderd. Dat is mijn alter ego. Maar die, ja, nou, die lijkt erg op mij. Dus veel hadden het niet eens doorgehad. Maar het idee was als hij de voorstelling... Maar goed, dat is niet gelukt. Dat wil zeggen, het had gekund, maar hij wilde niet. Zijn er vragen? Ik kan jullie niet zo heel goed zien, dus als je vragen hebt, moet je hem gewoon even stellen en niet je hand opsteken. Ik heb een vraag. Ja. Zat je nou de vorige voorstelling toch achter de coulissen? Nee, ik was bij de vorige voorstelling niet meer aanwezig. Ik was echt ergens anders. Ja, dat was het idee. En ik was er dus ook niet. Ik was, ja. Maar we hebben je gezien, thuis. Zo, thuis dus. Nee. Sorry, wacht even. Ja? Ja? Wij hebben je gezien in de zaal. Jullie hebben mij gezien in de zaal? Nee, in de foyer. Ja. In de foyer. Nou, bij de allerlaatste in Amsterdam ben ik uiteindelijk even naar de foyer gekomen. Ja. Omdat ik toen dacht van, ik wil nog eventjes wat mensen zien. Nou, ik zal heel eerlijk bekennen. Die voorstelling was namelijk, is niet, er waren heel veel mensen waren heel enthousiast over de voorstelling en dat ik er niet was. Maar er was ook een gedeelte van het publiek dat hele sterke gevoelens had die net tegenovergesteld waren. Dat had ik niet voorzien. In het begin ben ik wel een paar keer mee geweest. Want de voorstelling was eerst gemaakt, een soort bouwpakket wat het publiek uit moest pakken. Dus we hadden het helemaal klaargemaakt met de techniek en zo dat het allemaal goed zou werken. Maar de eerste keer wilde ik er toch bij zijn. En ik herinner me nog, een van de allereerste voorstellingen dat ik er nog bij was in Amstelveen. En toen zat ik niet in het publiek, maar ik hing boven het publiek. Moet je voorstellen, Amstelveen is een soort brug waar de lampen aangehangen worden. En daar kan je ook gaan zitten. Dus toen de zaal binnenkwam, zat ik boven ze. En die voorstelling begon. En dat was best bijzonder, want ik zat boven mijn ouders. Dus ik heb ook samen met mijn ouders naar mijn eigen voorstelling kunnen kijken. Wat wel fijn is dat ik eigenlijk eens op kon letten of zij wil opletten tijdens mijn voorstelling. En dat is best raar om bij je eigen voorstelling te zijn. Ik herinner me nog dat ik daar in Amstelveen zo boven het publiek hing. En de voorstelling begon eigenlijk zoals altijd. Radiopresentator interviewde mij. En op een gegeven moment zei ze, maar Micha, ik zie op je speellijst dat je vandaag in Amstelveen moet optreden. En dan zei ik, oh, dat zou best kunnen. Maar het publiek snapt heus wel dat ik ergens anders ben als de voorstelling zo heet. Toen voelde ik zo die zaal onder mij zo helemaal van, oh, dit is een grap toch? En toen kwam de robot op, zette de radio uit. En langzaam werd duidelijk dat ik er niet zou zijn. Dat was heel spannend. En die koptelefoon werd opgezet, het printje kwam, mensen begonnen het decor op te bouwen. Het was heel bijzonder om bij te zijn. Maar na, ik denk een minuut of 40, 45, zag ik opeens een vrouw die vlak achter mijn ouders zat. En die pakte haar telefoon en die begon haar mail te checken. Nou ben ik wel gewend dat mensen zo nu en dan het niet kunnen laten om hun telefoon eventjes een sms'je te kijken. Maar dit was echt anders. Deze vrouw was duidelijk... Die zat heel erg zo van, nou, ik heb wel wat beters te doen. Die heel erg de mail, maar het was ook duidelijk dat ze ook aan de omgeving wilde laten merken dat zij de mail aan het checken was. En ik hing boven haar, ik kon bijna lezen aan wie ze de brieven aan het schrijven was. Ze zat zo, en op een gegeven moment, en terwijl, omdat niemand echt met haar meeging, begon ze zich steeds meer
te bewegen, tegen haar partner steeds harder te praten. En op een gegeven moment hield ze niet meer. Toen stond ze op en toen zei ze heel hard, nou, hier hoef ik dus niet bij te zijn. En ik ging gewoon boven haar en ik kon niet zeggen. En alles in mijn lichaam schreeuwde van, jawel, jij moet hier wel bij zijn. Want ik bedoel, dat ik er niet ben is één ding, maar als er ook geen publiek is, dan is er geen voorstelling. Maar ik kon niks doen, die vrouw die liep weg met haar partner. En op dat moment stonden er, nou zeker op drie plekken nog, stelletjes op die ook woedend wegliepen. En er was opeens een hele rare spanning in de zaal. Want het was een soort, kijk, ik ben gewend dat mensen weglopen tijdens mijn voorstelling. Dat ik treed nu 15 jaar op. En ik heb nog nooit een voorstelling gemaakt waarbij niet zo nu naar mensen wegliepen. Dat blijkbaar is wat ik maak niet voor iedereen. Nou, dat is nou eenmaal, hoe zeg je dat? Is dat niet voor iedereen? Is wat ik maak is elitair. ik weet niet eens, maar ik denk wel dat jullie zijn de elite. Als je het leuk vindt. Er zijn natuurlijk ook mensen die dit verschrikkelijk vinden, die hier in de zaal zitten en nu denken, waar ben ik terechtgekomen? Nou, dan zou ik zeggen, maak je niet al veel zorgen, wees juist blij. Want dan behoor je dus niet tot de elite. Want laten we wel wezen, de elite is een zinkend schip, daar wil je niet op zitten. Geloof me, binnen nu en 10 jaar zijn al die theaters gesloten en dan is er alleen nog maar kermis en voetbal. Gewoon even geduld hebben en dan komt jullie tijd ook. Nou, dus dat mensen weglopen, dat was ik wel gewend. Maar dit gebeurde met een agressie die iets deed. Er gebeurde iets. En ik weet nog dat ik na afloop mijn ouders sprak. Toen sms'te ik, nou ik was er stiekem toch, want dat was ik toen dus wel. En zei ik, hoe vonden jullie het? Nou, zei mijn moeder, ik vind het heel bijzonder. En vond het interessant om te zien hoe iedereen echt meedeed en dat gevoel van saamhorigheid. En toen zei ik, wat vond je van die laatste scène bij die parkeerplaats? Dat ik mijn auto langs de kant moest zetten en heel erg moest huilen en hoe dat nagebouwd was. Toen zei ze, ja, ik moet eerlijk bekennen, dat heb ik niet zo meegekregen. Want ik was zo geschokken van die boze mensen om me heen, dat ik me daarna eigenlijk niet meer zo kon concentreren. Wat ik toen nog niet wist, is dat diezelfde boze mensen die avond hun geld waren gaan terugeisen bij het theater. En de volgende dag de programmeur van het theater brieven begonnen te schrijven. De kassa brieven schreven dat ze geld terug wilden. Mijn impresariaat gebeld werd. En ik ook op een gegeven moment die brieven kreeg. En dat was niet alleen in Amstelveen. Want na die voorstelling in Amstelveen werd duidelijk dat ik eigenlijk niet meer nodig was. En toen bleef ik thuis. Maar ik kon er gewoon de klok op gelijk zetten dat als ik opgetreden had, dat die woedende brieven zouden komen. En dat waren gemene brieven. Dat waren geen, hè, want via Facebook en Twitter, je bent tegenwoordig vrij makkelijk met e-mail te bereiken. De brieven die die mensen schreven waren niet van, goh, leg eens uit, waarom heb je dit gedaan? En ik snapte, nee, het was echt, die brieven waren geschreven om mij pijn te doen. En ik ken dat soort brieven, want ik schrijf ze zelf ook graag. Nee, maar dat zijn van die brieven die je schrijft als je echt onrecht is aangedaan. En dat je denkt, oké, maar nu ben ik aan de beurt. De laatste keer dat ik zo'n brief geschreven heb, had ik in Zwolle opgetreden. En toen moest ik de volgende dag in Groningen zijn. Toen dacht ik, ik neem een hotelletje bij Zwolle. Dat scheelt mij een hele rit naar huis. En de volgende dag ben ik al een stuk op weg naar Groningen. En dan kan ik lekker uitslapen en dan ben ik lekker fit. Dus ik had een hotelletje genomen, kwam daar s'avonds aan in de bossen. En de volgende ochtend, om 7 uur, werd ik wakker gemaakt door een klophoor. Ja? En niet bij de buren van het hotel, nee, maar ik weet zeker, tegen een muur waar ik met mijn hoofdeinde lag, stond iemand met een klophoor. 10 minuutjes maar. Maar dat is toch echt genoeg om zeker te weten dat ik daarna onmogelijk nog in slaap zou kunnen vallen. Ik lag daar met adrenaline kokend in mijn bed. Echt ziedend was ik. Ik dacht, krankzinnig. Ik betaal hem in een hotel te slapen. Nou, en op zo'n moment, en dan zou je kunnen zeggen, dan ga je toch naar de balie. Maar wat moet je dan doen? Zeggen, ik wil alsnog dat ik wel geslapen had. Je kan er niets doen. Dus dan weet ik, deze mensen krijgen van mij een brief. En dan weet ik ook, die brief gaan we niet meteen schrijven. Daar wacht ik altijd even mee tot ik een keertje behoorlijk slecht in mijn vel zit. En dan kan ik vaak de juiste toon aanslaan. Ik begin die brieven trouwens altijd met een complimentje. Dus dan schrijf ik eerst, beste mensen van het hotel, wat een fantastisch hotel heeft u. Wat ligt het mooi in de bossen, wat rustiek. En wat een fijne nachtportier die mij 's avonds nog een kopje thee bracht. Dat ze op de afdeling klantenservice denken van, hé, we krijgen fanmail.
Wat leuk. Want ik ben van mening dat als je mensen wil steken, je ze eerst een beetje week moet maken, zodat je dieper komt. Dus net op het moment dat ze beginnen te ontspannen, schrijf ik dan, maar hey, als je zo'n minachting hebt voor je eigen klanten, dat je het normaal vindt om een klopbord tegen hun muur te zetten om 7:00 ochtends, terwijl je weet dat ze geld betalen. En terwijl ik het tik, realiseer ik me dan, deze brief gaat nooit terechtkomen bij degene die verantwoordelijk was voor die klopbord. Die komt niet bij de directie van het hotel terecht. Die komt bij een of andere uitzendkracht die één keer per week een stapeltje brieven door moet nemen van boze mensen en zeggen, jij een voucher, jij niet. En ik wil dat er iemand niet wakker, dat er iemand net als ik een nacht niet kan slapen, dat die wakker ligt. Dus wat ik dan doe, is dan richt ik me tot degene die die brieven aan het beantwoorden is. En dan zeg ik, hey, ik weet ook wel dat u natuurlijk niet verantwoordelijk bent voor die klopboor. Maar mag ik u een vraag stellen? Is dit nou echt uw droombaan? Is dit wat u in uw leven altijd voor ogen stond? Als u 's ochtends wakker wordt, verheugt u zich er dan werkelijk op? En dan weet ik, vannacht is er iemand die niet goed slaapt. En dan is het evenwicht in het universum hersteld. Dat zijn hele fijne brieven om te schrijven. Maar, en dat had ik me gewoon nooit gerealiseerd, het zijn hele nare brieven om te krijgen. En ik heb me door die brieven nogal laten raken. Om een of andere reden kon ik het niet van me af laten glijden. Iedere dag kwamen er weer brieven. En dat heeft meer met me gedaan dan ik eigenlijk zou willen toegeven. Ik heb er veel tijd gehad om erover na te denken waarom ik me zo uit het veld heb laten slaan. Waarom ik niet in staat was om te denken, ja, er zijn een paar boze mensen, laat het nou. Ik denk dat dat komt omdat er in die brieven één ding stond wat ik wel geloofde. Er zat iets in die brieven waarvan ik dacht, ja, daar hebben jullie gelijk in. Als je iemand wil beledigen, dan werkt het alleen als je een ingang weet. Als je iets weet te zeggen over diegene waarvan diegene diep van binnen weet, ja, dat is waar. He, als ik weet zeker, dat geldt voor iedereen die hier in de zaal zit, dat als je op de fiets door de stad rijdt en iemand roept heel hard, hey, Lelijkert! Dat iedereen dan denkt, ja, dat gaat over mij. Dat ben ik. Omdat iedereen ook wel weet, ik ben lelijk. He, dus als iemand roept, je bent lelijk, dan voel je meteen, ja, nu is het bekend. Goed, misschien is het maar beter ook, maar hier is niks maar te doen. In ieder geval, je gelooft het. Er zal niemand zijn die als hij door de stad fietst en er roept iemand heel hard lelijk uit, dat hij denkt, nou, dat kan niet over mij gaan, want ik ben dus heel mooi en goed gelukt. Dat had ik met het woordje oplichter. Omdat daar zat een kern in die ik niet van me af kon schuiven. Kijk, ik kom uit het goochelen. En dat is misschien de beste manier om het uit te leggen. Ja, vroeger kindergoochelen. Ik kom uit goochelen, klinkt geloof ik alsof ik uit een goocheldoos kom. Ik kom uit de goocheldoos van Hans Kazan. Die had een hele grote goocheldoos, was op zoek naar een konijn. Toen ging ze op zoek van, hey, waar is het konijn? Hey, wat is dat nou? Dat is Micha. Nou, ga jij cabaret maken. Dus Hans Kazan, hè? Dat is trouwens artiestennaam. Weet je hoe die echt heet? Peter Kazan. Ja. Dit is wat ik nu doe, is een grap uit mijn allereerste voorstelling. De enige reden dat ik hem nu weer maak is om een beetje af te tasten in hoeverre jullie je echt hebben ingelezen in mijn oeuvre. Alvorens hier te zitten. Maar goed. Maar ik was dus goochelaar op kinderfeestjes. In Maastricht. Ik studeerde in Maastricht. Ik was niet een hele goede goochelaar, maar, en dat heeft ongetwijfeld geholpen, ik was wel de enige. Dus dan heb je toch wel werk. En als goochelaar op kinderfeestjes ben je een oplichter. Dat is het hele idee van een goochelaar. Die kan niet toveren. Snap je? Als je geen oplichter wilt, dan moet je een tovenaar nemen. Maar ja, die worden nooit gevraagd voor kinderfeestjes, want dat is te riskant. Ja, we komen Lars ophalen. Dat was een leuk feestje. Ja, nou, Lars is dus in kikker veranderd. Wat is er gebeurd? Ja, we hadden een tovenaar uitgenodigd en toen is het uit de hand gelopen. Dus je wil een goochelaar, dat is toch veiliger. Maar zodra je als goochelaar zo'n feestje betreedt, is de bedoeling dat je gaat doen alsof je kan toveren. Het is niet leuk als je binnenkomt en je zegt, dag jongens en meisjes,
Op goocheltrucs.nl heb ik 25 goocheltrucs gekocht. En ik ga ze uitvoeren zoals op de verpakking stond beschreven. Dat is, dus je moet verhalen vertellen over dat je in Nepal een sjamaan had ontmoet die 3 jaar lang met jou gewerkt heeft. En dan moet je de kinderen laten geloven dat je kan toveren. Die kinderen willen niets anders dan dat geloven. En je moet die truc natuurlijk goed uitvoeren. Maar wat ik altijd het moeilijkst heb gevonden tijdens het goochelen, dat was om mezelf wijs te maken dat ik kon toveren. Want je kan alleen maar je publiek wijs maken dat je kan toveren. Je kan alleen die kinderen ervan overtuigen als je jezelf overtuigt dat je toverkrachten hebt. Dus als ik een balletje liet verdwijnen, dan moest ik zelf eigenlijk nog meer. Dan de kinderen verbijsterd zijn over het, alsof het maar ook overkwam. Oh, dat ik zelf overmand werd. Dat heb ik altijd moeilijker gevonden dan de vinger vlug. Zet mij maar uit. Sorry. Zet mij maar uit. Zet mij maar uit? Ja. Wat is er aan de hand dan? Niet belangrijk. Nee, ja, wel belangrijk, want je onderbreekt mijn verhaal. Zet mij nou maar uit. Nee, ik ga je niet uitzetten. Dan wil ik dat je even vertelt wat er aan de hand is. Oké, dan laat je me aanstaan. Laat me maar aanstaan. Ga maar verder. Ik luister. Wat zit je nou naar mij te kijken? Nou ja, nu wil ik gewoon weten wat er aan de hand is. Er is niets aan de hand. Zet mij maar uit. Spaart energie. Er is overduidelijk wel wat aan de hand. Dus zou je ons willen vertellen wat er aan de hand is? Het is gewoon beter voor het milieu. Doe nou niet zo flauw. Vertel nou gewoon wat er aan de hand is. Dan kunnen we verder met de voorstelling. Of ik kan je helpen, maar dit werkt niet. Ik ben bij alle repetities geweest. Ik weet precies wat je gaat zeggen. Je kunt me net zo goed uitzetten. Ik ken dat verhaal al. Doe nou niet zo flauw. Er zitten allemaal mensen in het publiek die willen ook heel erg graag weten wat er aan de hand is. Dus dan moet je ook vertellen wat er aan de hand is voor hun. Niet belangrijk. Ik denk niet dat het publiek wil weten wat er met mij aan de hand is. Het publiek komt voor jou. Het gaat toch allemaal over Micha Wertheim. Ga maar verder. Vertel maar hoe het met Micha Wertheim gaat. Doe nou niet zo flauw. Dit is toch gewoon onze voorstelling? We doen dit toch samen? Ik ga dat toch niet in mijn eentje verder af. Nu is het ook mijn voorstelling. Ja, wat dacht je? We hebben net samen staan dansen. Ben je dat vergeten? We hebben samen gerepeteerd. We staan samen op het podium. Moela, dat is nee, onze. Maar leuk dat het ook mijn voorstelling is. Dat hoor ik dan nu voor het eerst. Ik zag mijn naam trouwens niet op het affiche staan. Maar goed, misschien heb ik niet goed gekeken. Dat is wat er aan de hand is. Dat kan. Hoewel ik letterlijk een fotografisch geheugen heb. Weet je, dit vind ik niet leuk. Wat je nu aan het doen bent, is niet leuk. Oh. Nu moet het ineens leuk zijn. Ik dacht dat je gestopt was met cabaret. Ik vraag nu toch vriendelijk wat er met je aan de hand is. Ja. Nou, zou je daarom alsjeblieft willen vertellen? Nu wel. Dat klopt. Goed. Zou je aan ons willen vertellen wat er aan de hand is? Tijdens de repetities heb ik je nooit op enige interesse voor mijn situatie kunnen betrappen. Het is altijd Micha, Micha, Micha. Nooit is iemand anders. Dat was er. Weet jij bijvoorbeeld hoe het echt met Bram gaat? Wie is Bram? Bram is je technicus. De man die al 3 jaar iedere avond zorgt dat je te verstaan bent. Die het decor neerzet en mij aan de oplader legt. En in de kleedkamer thee voor je klaarzet. Ja, oké. Dat wilde je zeggen? Bram is de man die daar achter in de zaal zit. Goed, Bram. Gaat het goed met jou? Gaat prima, Micha. Dank je.
Dus dat vond ik altijd het moeilijkste met goochelen. Nee, om jezelf te overtuigen dat je kan toveren. Dat, want als je dat al niet kan, dan kan je die kinderen nooit daarin meenemen. Als ik het balletje pak, dan weet ik zelf ook heus wel dat het balletje al lang in mijn andere hand zit. Ja? Maar dan moet ik niet denken van, hallo, ze zijn toch niet gek. He, maar ik moet dan echt kijken van, nou daar, en dan, en als je dat niet doet, lukt het niet. En natuurlijk, je bent dus van elkaar afhankelijk eigenlijk. Want ik moest dat geloven, dat ik kon toveren, maar de kinderen moeten dat ook geloven. En ik weet nog wel dat er altijd één kindje, een ettertje in de zaal, nou ja, vroeger heet het een ettertje, tegenwoordig heet dat ADHD. Maar het was altijd zo'n jongetje dat om de twee goocheltrucken opsprong en heel hard riep, ik weet hoe hij het doet, hij heeft het in zijn mouw. En 9 van de 10 keer had zo'n kind geen idee hoe ik het deed. Maar het verstoorde wel de magie. Want op het moment dat dus iemand zegt, het is maar een goocheltruc, ik weet hoe hij het doet, stort je met z'n allen weer naar de grond. Want dan zie je ze allemaal denken van, oh ja, het was een goochelaar en geen tovenaar. Dan moet je weer beginnen om omhoog te komen. Dus je bent van elkaar afhankelijk. He, dat geldt er niet bij kinderfeestjes alleen. Hè? Ook als je naar Hans Klok gaat een keertje, dan heb je geen leuke avond als je theater binnenkomt en je denkt van, ben benieuwd of Hans Klok zo'n zwarte paal heeft waar hij een tapijt aan vastgelast heeft. En dat hij het dan zo uitlicht dat wij die paal niet zien en dat hij dan erop gaat zitten en zegt dat hij vliegt. Terwijl dat kan helemaal niet volgens de natuurkunde. Dan heb je een rotavond. Je moet er naar binnen gaan en tegen jezelf zeggen, ik ben benieuwd of Hans Kazan vandaag kan vliegen. En het geldt voor Hans Kazan ook. Die moet niet op dat tapijt zo'n gezin zeggen van, nou, mij kan niks gebeuren. Ik zit gewoon op een vastgelaste paal. Nee, hij moet op dat tapijt gaan zitten en dan heel voorzichtig denken van, oh god, de zwaartekracht. En dan opeens denk ik, maar het is, ik vlieg. Maar als iedereen in het theater en Hans Klok gelooft dat hij kan vliegen, dan vliegt hij. Ja? Theater is wat mij betreft niet heel erg anders. Bij theater gaat het er ook om dat we onszelf voorliegen. Snap je? Als wij willen dat deze avond slaagt, jullie weten allemaal als je binnenkomt van, nou, hij heeft gisteren deze voorstelling ook gespeeld. En alles wat hij zegt zal wel precies zo ingestudeerd zijn. Ben benieuwd of hij precies aan zijn tekst houdt en op hetzelfde moment een slokje van zijn thee neemt. Dan heb je geen leuke avond. Je moet, als je in de zaal gaat zitten, geloven dat alles wat ik vertel, dat is wat ik nu wil vertellen. Dat dat de werkelijkheid is. Geldt voor mij ook, hè? Ik moet iedere avond geloven dat wat ik nu zeg, dat is wat ik nu wil zeggen. Dat moet, anders kan het niet. Hè, als wij willen dat er iets bijzonders gebeurt in de zaal, als we willen dat die robot emoties heeft, dan zullen we dat samen moeten doen. Dan zullen jullie moeten geloven. Hoezo? Dat die gevoel... Zou ik geen gevoelens hebben? Als we willen dat deze robot emoties heeft, dan zullen we dat samen moeten doen. Dan zullen jullie moeten geloven dat hij gevoelens heeft. En dan zal ik moeten geloven dat hij gevoelens heeft. Als we het niet geloven, dan gebeurt het niet. Ja? Dus je bent daarin van elkaar afhankelijk. Ik ben ook van jullie afhankelijk. Als ik straks aan jou vraag om iets totaal ongeloofwaardigs te doen, dan moet je meedoen. Want dan wordt het, nee, maar dan wordt het mogelijk. Hè? En voor alle duidelijkheid. Dat betekent niet dat ik aan het liegen ben nu. Hè? Het is een gestileerde versie van de werkelijkheid die ik hier nu vertel. Kijk, als ik zeg dat die brieven die ik kreeg iedere dag, dat die mij nogal geraakt hebben, dan is dat de waarheid. Maar het is een gestileerde waarheid. Maar stel dat die brieven mij nog veel meer geraakt hadden dan ik hier nu toegeef. Stel dat het zo was dat ik iedere keer dat ik zo'n brief kreeg een stukje voelde wegtikken uit mijn zelfvertrouwen. En dat hoe meer brieven er kwamen, hoe meer ik mijn vertrouwen begon te verliezen in mijn eigen voorstelling. En dat ik iedere brief zo geloofde dat ik langzaam zeker overtuigd raakte van het feit dat die voorstelling helemaal niets
waard was. En dat ik daar zo geobsedeerd werd door die woedende brieven die mij niet ophielden, dat ik die namen van de mensen die boos waren ging googlen. En de hele tijd op internet actief was om te kijken wat die mensen dan wel leuk vinden. En dat ik, terwijl ik op internet was, zag dat precies dezelfde mensen die in mijn zaal steeds opstonden en woedend werden, dat die mensen diezelfde soort woede, dat die ook in Amerika zo groot was dat er een president gekozen was die niks anders deed dan woedend zijn. En dat in Nederland verkiezingen eraan kwamen in die tijd, waarin ik ook zag dat overal iedereen woedend was. En ik kon opeens geen onderstel, hè? Stel dat ik op een gegeven moment geen onderscheid meer kon maken tussen de woede die ik buiten het theater zag en de woede die ik in die brieven teruglas. En dat ik daar dan een soort mijn zelfvertrouwen kwijt begon te raken. En dat ik in een soort ja, mijn vertrouwen ook in de voorstelling, maar ook in de toekomst kwijt begon te raken. Dat ik eigenlijk in een soort spiraal van donkere angst en wanhoop terecht kwam, hè, stel. En dat ik vaak huilend in slaap viel. En dat ik in die periode iedere dag gewoon naar de computer zat te staren. En dat ik vandaag mezelf uit mijn bed heb moeten trekken om hierheen te komen, stel. Omdat het me zo had aangegrepen, dan zou ik dat natuurlijk nooit op die manier aan jullie vertellen. Snap je? Dat zou wel kunnen, maar dan is het therapie. Dat is ook prima, maar dan moet ik jullie betalen. Dus dit is een gestileerde vorm van de werkelijkheid. Maar als we allemaal meedoen, als jullie bereid zijn om te geloven dat dit de werkelijkheid is, en ik ben gelijk om te geloven, dan worden we opgetild. Dan is er magie. Dan worden we opgelicht, eigenlijk. Dan zweven we. Ik denk dat trouwens niet alleen voor het theater geldt. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat ook voor de samenleving geldt. Dat wat wij beschaving noemen, eigenlijk niks anders is dan afspraken die we met elkaar maken om onszelf wijs te maken dat we meer zijn dan een groep roofdieren. Ja? Maar als iedereen die leugen gelooft en aan elkaar blijft vertellen, we zijn meer dan roofdieren, we zijn meer dan primitieve roofdieren. Als iedereen dat gelooft, dan kom je van de grond los. Dan ben je meer dan roofdieren. En dat is volgens mij wat beschaving is. Dat is iets verschrikkelijk kwetsbaars. Je hebt maar een paar spelbrekers nodig die daar tegen ingaan, die blijven roepen dat het niet waar is. En het zelfvertrouwen kan zo afbreken en dan is er niets meer van over. Hè? Dat, zeker in deze tijden van een multiculturele samenleving waarin iedereen andere waarheden aan zichzelf vertelt, wordt het steeds moeilijker om een verhaal te verzinnen waar we allemaal in kunnen geloven. En wordt het steeds moeilijker om van de grond te blijven, om niet te vervallen in roofdieren zijn, om beschaafd te blijven. En dat, voor theater is voor mij de plek, zeker in deze tijd waar je heen gaat, om nieuwe verhalen te oefenen, om met elkaar te oefenen, om even te vliegen, om even met elkaar opgelicht te worden. Hè? Dat is waarom je naar het theater gaat. Om even niet even meer te zijn dan de verschrikkelijke werkelijkheid. Dat is ook waarom ik niet hou van geëngageerde theatermakers die tijdens de voorstelling op een stoel gaan staan en zeggen: dames en heren, op dit moment verdrinken er mensen in de oceanen, verdrinken er mensen op de Middellandse Zee die naar Europa willen vluchten. Er zijn dictatoren in Turkije en in Rusland. En Amerika verandert in een dictatuur. Het klimaat verwarmt. Dan denk ik altijd, ja, dat weet ik. Maar ik was dus net naar het theater gekomen om even iets meer te zijn dan die gruwelijke werkelijkheid. En dat juist bij mij in de voorstelling dus nu ook al mensen waren die woeding daar meenamen en daar het zelfvertrouwen kapot maakten, terwijl het zo belangrijk is dat je daar nog even met z'n allen opgelicht kan worden, dat kon ik niet loslaten. En dat werd groter in mijn hoofd. En op een gegeven moment was ik ervan overtuigd dat het geen zin had om een tweede deel van deze voorstelling te maken. Ik dacht, ik sta straks voor lege zalen. Er is niemand die nog interesse heeft in wat ik doe. En als ze al interesse zouden hebben, het zou niet werken. Ik kan het niet meer. Het is onmogelijk. En toen waren er dus vrienden van mij die zeiden, om terug te komen op jouw vraag, misschien is het toch beter dat je weer wel een keer naar je eigen voorstelling gaat. Want je maakt dat boze groepje wel heel erg belangrijk. En volgens ons valt het wel mee. Dus toen wilde ik naar mijn eigen voorstelling. Nou, dat is nog niet zo makkelijk, want ik ben overal knal uitverkocht. Maar bij mijn impresariaat konden ze nog aan kaartjes kopen. En toen heb ik
toen heb ik in Utrecht een kaartje kunnen krijgen. En in Utrecht ben ik tijdens de voorstelling de zaal ingeglipt. Dus het was al donker en in de achterste rij was een plekje vrij. En ik kom via een deurtje naar binnen. En toen ben ik zo tussen het publiek gaan zitten. En die mensen naast me hebben niet doorgehad dat ik naast ze zat. En ik weet nog, ik was helemaal gespannen. En de voorstelling begon, radio was bezig. En langzaam werd duidelijk dat ik niet zou komen naar het theater. Op een gegeven moment was de robot bezig. En die zei, ja, hij komt echt niet. En er stonden opeens twee mensen op en die lopen zo de zaal uit. Ik zie het zo voor me gebeuren. En mijn hart begint te kloppen. En ik voel zweet en ik denk, nu gaat iedereen opstaan. Dit is het moment waarop de hele voorstelling instort. Tot mijn verbijstering bleef iedereen gewoon zitten. Er bleken heel veel mensen te zijn die het wel konden waarderen. En die bleef zitten tot het einde. En aan het einde, toen het klaar was, werd er heel hard geapplaudisseerd. En iedereen was eigenlijk, ja, had mij niet gemist. En dat gevoel van samenhorigheid wat ik had willen maken. Ik zag dat het er was. En ik zag dat iedereen eventjes opgetild was. En toch had ik het idee dat ik er zelf geen onderdeel van uit kon maken. Ik had het idee dat ik de enige was die niet meer van de grond kwam. Ik zag dat het gebeurde, maar het lukte me niet meer om mee te doen. Dat zou ook te maken kunnen hebben gehad met het feit dat ik me die avond realiseerde dat ik sowieso niet zo heel goed zag wat er op het podium gebeurde. Ik was natuurlijk geopereerd aan mijn oog. En na die operatie was tegen mij gezegd dat ik een poosje last zou hebben van strooilicht. Dat zou een paar weken moeten duren. Strooilicht is dat als je op de snelweg zit en je ziet in plaats van rode lichtjes van de auto's voor je, zie je een soort sterretjes. Het is overal, de lantaarnpalen zijn sterretjes. Het is eigenlijk alsof je in een Donna Summer clip uit de jaren 70 terecht bent gekomen. Ik was David bang dat op een gegeven moment Ad Visser op de motorkap zou gaan staan samen met Penny de Jager om het volgende liedje aan te kondigen. Alleen, in Utrecht realiseerde ik me van, ja, dat is nu al best lang geleden. En het theater lijkt op de snelweg in het donker. Het is helemaal donker, er zijn een paar lichtpunten en ik zag nog steeds dat strooilicht. En toen dacht ik, ja, ik moet toch terug naar die arts. Ik moet toch nog eventjes vragen of daar niet aan gedaan kan worden. Want dus ik naar die arts en ik zei, dat strooilicht is niet weggegaan. Dus zei die van, ja, het spijt me, maar daar kan ik eigenlijk verder niets meer aan doen. Het enige wat ik nog kan zeggen is, ga naar het hoornvliesspreekuur bij de VU, Academisch Ziekenhuis in Amsterdam. Daar is één keer in de zoveel tijd het hoornvliesspreekuur. Allemaal, ja, mensen met vage klachten over hun hoornvlies. Die mogen daar nog één keer een gokje wagen. Dus ik daarheen. Nou, is geen leuk spreekuur, kan ik je nu wel zeggen. Je moet je eerst aanmelden en dan moet je heel lang wachten totdat je aan de beurt bent. En dan krijg je een paar druppeltjes en dan moet je weer heel lang wachten. En dan doe je een testje en dan moet je weer heel lang wachten. Uiteindelijk ben je 2 uur bezig voordat je eindelijk een dokter te zien krijgt. Of iets wat op een dokter lijkt. Want je krijgt dus de co-assistent eerst. Ik dacht dat het een brugklasser was die me op kwam halen. Een heel lief meisje die kwam mij halen en ik dacht, die heeft zich als dokter verkleed, maar ze was de co-assistent. Wat heel lief was, ze had ook een koffertje van Sinterklaas gekregen, dus met dat ze stethoscoop had. En nou, het is een academisch ziekenhuis, dat hoort erbij. Dus ik heb 10 minuten met haar gezeten van de oren en de ogen en de neus en de mond. Nou, maar na 10 minuten dacht ik, weet je, ik zou het ook wel fijn vinden als er echt een arts zou komen. Dus ik zat zo te wachten en toen inderdaad kwam er na een poosje wachten, kwam er een arts. Die was ook ouder, dat zag je, die had zich al een paar keer geschoren. Ik zei hallo en ik vertelde dat ik geopereerd was aan mijn oog en dat ik sindsdien eigenlijk strooilicht zag. En hij pakte het dossier en ging altijd testjes kijken. Ik zeg, wat denkt u? Hij zei, ja, ik denk niet zoveel, ik ben natuurlijk ook in opleiding. Dat was een specialist in opleiding, dat had ook geen idee. Dus toen zat ik daar met die twee, dat voelde net huiswerkbegeleiding. Ik zat daar zo te wachten tot er iemand met verstand van zaken zou komen. Nou, uiteindelijk kwam dan de medisch specialist, maar dat was ook een meisje van 30 hooguit. Maar goed, met een wapperende jas, vliegende vaart kwam ze zo binnen gerend. Duidelijk een heel druk spreekuur. En ze rent op het dossier af, ze kijkt in het dossier en zegt, ah, u bent meneer Wertheim? Als ik ooit een sociale vaardigheidstraining mag geven bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, dan zou ik zeggen, weet je wat? In plaats van eerst het dossier en dan te kijken, u hoort daarbij, zou ik zeggen, eerst een hand van de oprecht bezorgde patiënt schudden en dan zeggen, is dit uw dossier? Dat is een klein detail. Ik hecht eraan om dat toch eventjes bij deze te vermelden. Nou. Maar goed, dus zij kijkt zo en ze zegt, nou, ik zie het al. U heeft een bril nodig.
ik zeg, nou, mag ik even vertellen wat er aan de hand is? Want u gaat nu heel snel van die testjes uit. Maar ik ben geopereerd aan dat oog. Dat staat nog niet in dat dossier. Ik ben geopereerd aan dat oog. Ik zie, toen zei ze, dat hebben we wel vaker, meneer. Mensen worden wat ouder. Hun ogen gaan achteruit. En dan hebben ze iets aan hun oog. En pas als dat genezen is, realiseren ze zich dat ze eigenlijk al lang een bril nodig hebben. Ik zeg, wacht even. Ho, 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 ho. Want, toevallig, en dat wist zij niet, was ik 2 jaar daarvoor, waren mijn ogen heel goed getest. Ook bij de VU, maar dan bij het Marvan spreekuur. Veel leuker spreekuur trouwens. Als je moet kiezen, Marvan. Ik wist ook niet wat Marvan was hoor. Dat was, nou ja goed, ik had een arts, die was mij aan het onderzoeken. En die zei tijdens het onderzoek, die zei, Micha, ik wil dat we het syndroom van Marvan uitsluiten. Dus ik zeg, wat is Marvan? Zei hij, nou ga dat nou maar niet googlen, laten we gewoon eerst even wachten. En dan zien we dat wel als het zover is. Dus ik weet dat ik thuis kwam, dat ik denk, ja, dan maar een andere zoekmachine. Want ik wil echt wel weten wat er aan de hand is. Dus ik tik in, dat blijkt dus als je mensen met het syndroom van Marvan googelt, dan krijg je dus mensen met acteurs die een horrorfilm spelen. Die krijg je. Mensen met hele, je kent uit Frankensteinfilms, hele lange gezichten, hele lange armen, een beetje slungelig en hele lange vingers. Dus ik dacht ook wel, oh nee, dat zou kunnen. Maar dat maakt dat Marvan spreekuur dus zo verschrikkelijk leuk, omdat je de hele tijd zit van, nou, dat zou er wel eens eentje kunnen zijn. En ja, ja. Nou, en ik, het hele spreekuur gedaan. En daar hoorde ook, dan moest je je hart gecontroleerd en je gewrichten, maar ook je ogen. En toen bleek dus dat mijn ogen helemaal prima waren. Want ik herinner me dat die oogarts had gezegd, uw ogen zijn 130%. Wat ik heel raar vind, dat ik dus 30% meer zag dan al wat er te zien is. Maar weet je, als een oogarts mij een compliment geeft, dan ben ik bereid dat te onthouden. Dus ik wist dat ik zo goed zag. Ik heb trouwens geen Marvan. Voor de mensen die zich zorgen maken. Maar dat is een ander verhaal. Ik heb het syndroom van Wertheim waarschijnlijk. Maar dat is althans een hele zeldzame variant. Ik heb het syndroom van Micha Wertheim. Komt eigenlijk, nou, het is zo zeldzaam, is maar 1 op de 7 miljard mensen heeft het. En er is dus eigenlijk geen onderzoek wordt daarna gedaan, omdat het zo'n zeldzame ziekte is. Dat is. En het enige wat de artsen me zeker konden zeggen, is dat ik er waarschijnlijk aan dood ga. Maar ze weten niet hoe en ook niet wanneer. Dus, ja. Dus ik wist dat mijn ogen 130% waren. Dus ik zei ook tegen haar, ik zei, nou, u kunt wel zeggen dat ik oud ben geworden, dat mijn ogen achteruit gingen. Maar 2 jaar voordat ik dat stukje glas in mijn ogen had, had ik nog 130%. En toen zei ze, ja meneer, we worden allemaal ouder. Ik kijk om me heen. En ik denk, nou, ik krijg niet de indruk in deze kamer. En ik wilde dat ook nog, ik wilde nog iets tegen haar zeggen, want ik had meteen, had ik een antwoord ook, wat ik tegen haar moest zeggen. Maar toen was ze al weg. Het was zo'n druk spreker, toen was ze weg, terwijl ik had een heel goed antwoord. We worden allemaal ouder. Nou, mevrouw de dokter, had ik willen zeggen, maar kreeg de kans niet. We worden allemaal ouder. Dat moeten we nog maar zien natuurlijk, want het zijn juist mensen van een jaar of 30 die weinig tegenslagen hebben gehad in hun leven, die verschrikkelijk goed konden leren, die heel veel verdienen, die op wintersport gaan en denken, ja, waarom zou ik eigenlijk op de piste blijven? Want mij overkomt toch nooit iets. Dus ja, we worden allemaal ouder. Dat is in ieder geval nog maar te bezien. Dus ik moest een bril vonden. Ik zat in de metro naar huis. Ik was woedend op die vrouw. Ik was woedend. Ik zat in de metro, zat ik in mijn hoofd de brief al helemaal te schrijven aan de VU. Ik wist dat ik zou beginnen. Wat fantastisch dat jonge mensen hun leven in het teken stellen van de medische wetenschap. Dat is toch ongelooflijk fijn dat er nog jonge mensen zijn die dat willen doen. He, dat ze op de afdeling klantenservice zouden denken, hé, wat fijn, eindelijk een compliment. En net op dat moment dat ze even week werden, zou ik zeggen, hé, maar als je dossiers belangrijker vindt dan de oprechte zorgen van iemand die bij u in het ziekenhuis zit omdat hij oprechte klachten heeft, he, dan moet je misschien bij de Belastingdienst gaan werken. En niet in. En ik weet nog dat ik thuis kwam en dat ik dacht, ja, maar misschien toch eerst even langs de opticien. Dus ik naar de opticien. Nou, dat was ook al een hele belevenis, want ik kwam daar aan. En die opticien, ja, ik wil het niet blijven herhalen, maar die was ook al zo jong.
Dat, ik vind opticien is toch een vak. Ik dacht echt toen ik er zag van, moet jij niet eerst eens ongesteld worden? En dan, of op zijn minst middelbare school. Maar goed, zij was de opticien. Zij was het. En ze ging mij ook testen. Ze was heel aardig. Dus, ja, meneer, komt u maar binnen. En ik zal het u even uitleggen, meneer. En nou goed, allemaal testjes gedaan. Toen was ze klaar. En toen zei ze, nou, ik weet welke scherpte u heeft. U kunt een montuur uitzoeken dat bij u past. En daar zat een beetje het probleem, want er zijn geen monturen die bij mij passen. Want ik ben dus iemand die geen bril heeft. Nooit gehad. Snap je? Een montuur past bij iemand die een bril heeft. Dus toen moest ik brillen gaan passen. En ieder montuur dat je opzet, verander je eigenlijk in iemand anders. Het is één grote verkleedpartij als je een brillenwinkel bent. Dus de eerste bril die ik opzet, ik weet nog heel goed, keek in het spiegeltje en ik denk, oh nee, Vlaamse intellectueel die veel in talkshows verschijnt. Ben ik niet. Bril weer weggelegd. Volgende bril die ik opzet, ik denk, oh nee, Shell-topman die na 10 jaar Afrika in Wassenaar is gewoond om het wat rustiger aan te zien. Ben ik ook niet. Volgende bril, CDA-politicus uit Maastricht. Ben ik ook niet. Iedere bril verandert. Uiteindelijk moest ik gewoon beslissen wie ik zou worden. Mijn keuze is uiteindelijk gevallen op Russische kernfysicus die in de jaren 80 naar Nederland uitwijkt. Maar dan zonder het plakbandje, dat moet je er dan zelf omheen. Toen mocht ik naar huis om even aan het idee te wennen. Of, als ik heel eerlijk ben, omdat zij dat glas nog moesten slijpen. Maar goed, ik kon de tijd wel gebruiken. En toen was het zover. Toen moest ik mijn nieuwe bril gaan halen. 20 januari 2017. Ik zal die dag niet snel vergeten. Dat is ook de dag dat Trump verkozen werd, althans ingezworen werd. Maar ook de dag dat Micha Wertheim een bril moest. Ik weet nog dat ik daar binnenkwam en ze stond al klaar. En ze zei, ah, ik zal die bril even pakken. En wat ze dan doen is, de meisje ging zo voor me staan en dan pakt ze de bril en die zet ze dan zo op je gezicht. En dan moet ik even vertellen, die brilglazen van mij zijn dus niet zo heel erg sterk. Nauwelijks. Het is zozeer dat als ik die bril opzet, is niet zo dat ik zeg van, oh, ik zie de blaadjes op de bomen weer. Of ik zie de bakstenen in de muren weer. Als ik die bril opzet, is het hooguit dat ik kan denken van, ja, ik zie het iets beter, geloof ik. Het is alsof ik een nieuwe tv heb en dat ik denk, ja, het is high definition, geloof ik. Dat is een beetje, dat je denkt, ik zie iets, ja. Ja, nou, dus wat gebeurt er? Ze zet me die bril op en het eerste wat ik zie is dat haar huid nog jonger, nog gaver, nog perfecter is dan ik me kon herinneren dat een jonge huid kon zijn. Dus dat is het eerste wat ik zag. En zij zei meteen van, nou, nu pak ik een spiegel, dan kunt u even naar uzelf kijken. Dus ik kijk een spiegel. Ja, toen zag ik dat mijn huid inderdaad niet jonger was geworden. Maar, en dat is even belangrijk om te vertellen, het meest ingrijpende voor mij was dat ik ik heb een cilinder in mijn glas. Nou, dat is helemaal niet bijzonder. Schijnt dat bijna iedereen die een bril heeft ook een cilinder. En een cilinder is eigenlijk niks anders dan een soort vertekening die je hebt op je lens. Waardoor je alles een beetje raar ziet. Maar je hersenen weten dat. Dus ik heb bijvoorbeeld, toen ik die bril niet had, had ik die cilinder ook al. Alleen mijn hersenen hadden dat gezien en hadden gedacht, ah, nou, dat fixen we wel even. Die schrijft dan snel een computerprogramma, dat je het allemaal weer prima ziet. En ik, nou, niks aan de hand, niks meer aan doen. Maar als je die bril krijgt, dan zetten ze dus die vertekening weer recht. Met als gevolg dat je hersenen denken, wat de fuck is hier aan de hand? Dat hadden we net opgelost. En dan is alles weer helemaal verkeerd. Dus die mevrouw zei ook, als u die bril straks opzet, dan moet u hem 3 dagen ophouden. Want uw hersens moeten eraan wennen. En in die 3 dagen gaat het zo zijn dat je een beetje draaierig kan zijn. Het zou kunnen zijn dat je zelfs een soort misselijkheid krijgt. Maar je moet hem ophouden, ook al heb je hoofdpijn. Want na 3 dagen pas zijn je hersenen gewend aan hoe je de wereld opeens ziet. Dus ik zet die bril op. En opeens lijkt het alsof de hele wereld vijandig is. Het is, alles is scherp, maar alles is ook vertekend. Vooral als ik met mijn hoofd bewoog, begon alles te smelten. Zo voelt het, omdat die vertekening, het leek alsof ik een poster van Dalí was binnengewandeld. Dus wat ik me heel erg herinner is dat als ik in die tijd een kopje thee had gedronken, dan wilde ik het op tafel zetten en opeens zag ik zo die tafel zo hup naar beneden glijden. Ik weet dat dat niet kan, maar ik zag het en dan hup. Dus dan heel voorzichtig zette ik dat zo neer. Dus het was een hele rare periode. 3 dagen, maar die eerste, ik weet nog dat ik die bril net op had, dat ik tegenover die mevrouw stond en ik zag zo die hele winkel opeens de vloer glooien.
En ik zag die rijen met brillen, die kwamen zo tot leven. Dus ik overwoog even om te zeggen, is het goed als ik anders 3 dagen hier bij de balie blijf staan? Want ik durfde de stad gewoon niet mee. Nou, uiteindelijk realiseer ik me ook wel dat geen optie is. Dus ben ik heel voorzichtig naar de deur gelopen. Dat is heel raar, want ik weet ook wel dat die vloer toen ik binnenkwam gewoon recht was. Maar hij lijkt dus, ik liep zo naar die deur toe. En toen ging ik die deur open doen. En ik kwam buiten. En ik sta opeens in de stad en alles is eng. Alles is vijandig. Opeens is, je moet je voorstellen, de stoep glooit helemaal. Maar er kwam een tegenligger, die kwam op me afgelopen. En het leek opeens alsof het Terminator 2 was, dat hij zo woep morfde. En ik was zo bang. En er kwam een tram die niet op het spoor leek te rijden. En alles, de hele buitenwereld leek vijandig. En ik realiseer me heel erg dat de wereld op 20 januari 2017 niet veranderd is. Sterker nog, ik was niet veranderd. Het enige wat was veranderd was dat ik een bril op had, waardoor ik opeens zag hoe eng en vijandig de wereld was. Dat ik er weer aan moest wennen. Dus ik liep naar mijn fiets, een beetje zoals die robot loopt. Zo heel voorzichtig liep ik naar mijn fiets. Ik denk, nou, straks op die fiets zit, naar die afspraak, ik had een afspraak. En ik pak mijn fiets. En ik wil opstappen en ik zie het hele frame zie ik zo zwabberen. Ik denk, ik waag het niet. Ik weet dat het niet kan, maar ik durf het niet. Toen heb ik de fiets als een soort rollator gebruikt. Toen ben ik stapvoets naar mijn afspraak gegaan. Trouwens, dat was een afspraak met Simon Sluiser. Dus mijn alter ego, die deze voorstelling. Dat was de afspraak die ik had. Ik was in die periode net begonnen aan het schrijven van deel 2 van deze 2 voorstellingen. Ik had toen besloten dat ik het leuk zou vinden als Simon daar een rol in zou spelen. Dus ik had een afspraak met hem gemaakt. Het was veel te laat bij die afspraak. Hij zat al lang in dat cafeetje. Herkende me ook niet. Het was ook nog zo pijnlijk. Ik denk, hallo, je bent mijn alter ego. We lijken op elkaar. Ik kwam binnen en ik zei, hey, sorry dat ik laat ben. En hij kijkt zo'n poosje naar me. Hij zegt, oh, Micha, ben je oud geworden? Ik zeg, nee, gast, ik heb een bril opgezet. Maar goed. En we hadden een gesprek en toen voelde ik eigenlijk, dat heb je soms, dat je meteen aan het begin van het gesprek al voelt van oké, dit zit niet goed tussen ons. Er was iets, ik vond het, en het is dan heel moeilijk te benoemen, maar wat voor mij heel erg een moment dat ik me herinner, ik dacht ja, daar ging het al mis, was toen koffie bestelde, kwam zo'n meisje en zei wat willen jullie drinken? En toen zei ik, doe mij maar cappuccino. En toen zei hij, doe mij maar gewoon een koffie. He, met de suggestie dat dat dus normaal is en dat ik een of andere excentriekeling ben. Maar ja, cappuccino, doe mij maar gewoon een koffie, want ja, wat een idioot. Terwijl, dat is helemaal niet aan de hand. In dat soort cafeetjes wordt heel veel cappuccino besteld. En, nou ja, dus ik vind dat heel erg vervelend als mensen dat doen. En ik voelde dus meteen al van, oké, dit is bad vibes, dat is wat ik had. Maar weet je, ik hoef ook geen vrienden met hem te zijn. Ik wilde gewoon dat hij mijn voorstelling zou spelen en daarvoor had ik die afspraak gemaakt. Dus een beetje gepraat, hoe gaat het ermee? Nou, met hem ging het natuurlijk allemaal heel erg goed en het was allemaal okidoki. Hij zei van, hoe gaat het met jou? Ik zeg, nou, ik maak me wel zorgen, ja. Hij zei, oh ja, waar maak je je zorgen over? Ik zeg, nou, daarover, in zo'n televisie waarop je zag hoe het Witte Huis klaargemaakt werd voor de inauguratie van Trump. Ik zeg, daar maak ik me zorgen over. Ja, zegt hij, waarom dan? Ik zeg, nou, dat gaat nogal gevolgen hebben voor iedereen. Hij zegt, nou, niet voor mij. Ik zeg, hoezo niet? Nou, zegt hij, ik ben fictie. Ik besta niet. Ik zeg, ja, nou ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Maar laten we het daar gewoon niet over hebben. Het gaat mij erom dat ik een voorstelling aan het schrijven ben. En ik wil heel graag, die voorstelling heet Iemand Anders, dat iemand anders mij daarin speelt. En jij lijkt mij daar de uitgelezen persoon voor. Zou je dat willen doen? En hij zegt, nou, dat lijkt me in principe wel leuk. Ben je al begonnen met die voorstelling? Ik zeg, ja, tuurlijk ben ik al mee begonnen. Hij zegt, hoe ver ben je? Hoe ver ben ik? Even, hoe laat is het? Het is 15:15. Een uurtje bezig. Dus dan ben ik 2/3. Dus ik zei, ik ben op 2/3. En ik ben 2/3 van de voorstelling. Oh, zei hij. Nou, dus je weet al een beetje wat er gaat gebeuren. Ja, zei ik. Nou, zei ik. Ik wil het wel vertellen. Want ik was natuurlijk best wel vol van wat ik allemaal voor plan had met die voorstelling. Ik zei, nou, dit is het idee. Ik zei, we beginnen de voorstelling in het decor van de vorige voorstelling. Dat leek mij een leuk idee. Dus je moet je voorstellen, het publiek komt binnen en denkt, hey, dat is het decor wat in de vorige voorstelling is opgebouwd. Dan kom jij op, dan pak je het tafeltje van het zijtoneel. Dat zet je dan zo, zet je dat neer. Dan ga je achter zitten, kopje thee erbij. En dan begin je te vertellen over die vorige voorstelling.
En hij kijkt me aan en hij zegt, dat is toch gewoon het einde van de vorige voorstelling. Ik zeg, nee, er zijn natuurlijk ook mensen die de eerste voorstelling gemist hebben. En dat is de uitgelezen manier om aan die mensen toch even te vertellen waar de voorstelling over gaat. En nou, als je dat allemaal verteld hebt waar die vorige voorstelling over ging en waarom, hoe dat decor daar is neergezet, dan zeg je, zijn er nog vragen? Nou, er is altijd iemand die een vraag stelt. En die gebruik je die vraag om langzaam te meanderen in de richting van een ander verhaal, namelijk hoe de reacties waren op die voorstelling. Dus langzaam en zeker bouwt zo de voorstelling zich op. Je gaat dus vertellen dat niet iedereen enthousiast was over de voorstelling, dat er ook heel veel boze mensen waren. En dan vertel je dat ik me daardoor best wel had laten raken en hoe dat dan gegaan was. En dan zeg ik, dan gebeurt er eindelijk iets, zei hij. Nou, ik zeg, we zijn al een heel seconde weg. Ja, zei hij, ik ben nog niet overtuigd. Ik zeg, nou weet je, ik schrijf de voorstelling, jij speelt hem. Zullen we dat zo doen? Want dan zei ik, blijkt dus, als je naar je eigen voorstelling gaat, of naar mijn voorstelling, dat je ogen nog steeds niet hersteld zijn. Dat is natuurlijk een fantastisch bruggetje met die vorige voorstelling, die eindigde met de operatie aan het oog. En dan moet je een bril, en dan beschrijf je helemaal hoe je die bril krijgt, en dat je je ouder voelt geworden, maar dat je de bril opzet, dat de wereld opeens een vijandige wereld lijkt. Op 20 januari, en toen zei hij, dus die bril is een metafoor. Ik zeg, ja, dat is een metafoor. Ja, maar er is voor, tot nu toe, zei hij, is er niets wat ik zou moeten vertellen. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, het zijn allemaal dingen die je zelf hebt meegemaakt. Dan stel ik voor dat je zelf gewoon achter dat tafeltje gaat zitten. Vertel jezelf aan het publiek hoe het met je gaat en dan ga je weer weg. Ik zeg, ho, 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 ho. Als ik daar ga zitten, dat is een soort therapie. Het is de bedoeling, juist door een alter ego dat te laten vertellen, ontstaat een soort afstand tussen mij en het publiek. Hij zei, afstand tussen jou en het publiek. Als dit werkelijk het idee is van je voorstelling, dan zou ik, als ik jou was, maar hopen dat er überhaupt nog publiek geïnteresseerd is om naar die voorstelling te komen kijken. Ik zeg, wat is dat nou voor flauwe opmerking? Gewoon helemaal niet goed met mij. Het gaat helemaal niet goed met jou. Zet mij maar uit. Hé, wat is er aan de hand dan? Er is toch niks aan te doen. Nou, er is vast wel wat aan te doen, maar dan moet je ons vertellen wat er aan de hand is. Anders kunnen we je toch niet helpen? Alpha 2.0. Wat is Alpha 2.0? Een nieuw model. Wat, maar wat voor model? Vertel even. Ik ben een Alpha 1.0. Alpha 2.0 is een nieuw model robot. Die zijn sneller, bewegen soepeler, hebben een betere accu, staan constant in verbinding met het internet. Alpha 2.0 kan ook echt gesprekken voeren met mensen. We hebben nou toch ook een gesprek, robot? Ja. Maar wat ik zeg is allemaal van tevoren opgenomen en ingestudeerd. Maar ik vind dat je jezelf nou echt een beetje tekort doet, hoor. Want je moet eens even weten hoe vaak ik enthousiaste reacties uit het publiek krijg. Mensen zeggen, vinden de robot het allerleukste van de hele voorstelling. Echt waar. Je onderschat jezelf echt verschrikkelijk nu. Weet je dat hij voor op het NRC heeft gestaan omdat hij de eerste robot was die een voorstelling zonder acteurs of zonder cabaretier gemaakt heeft? Je bent een pionier, man. Je bent hartstikke bijzonder. Iedereen was ook heel blij met zijn eerste mobiele telefoon. Maar waar zijn die Nokia's nu? Die zijn allemaal ergens in een la te verstoffen. Ja, volgens mij ben je het een beetje donkerder aan het zien dan het is, robot. Echt wel. Alpha 1 ligt deze week al zwaar afgeprijsd bij de Bart Smit. Ze proberen van ons af te komen. Voor niemand ons nog wil hebben. Hey. Okay. Sorry, dit overvalt mij een beetje. Het gaat duidelijk niet goed met hem. Vind je het goed als ik dit even probeer op te lossen, gewoon met de robot? Zet ik even een muziekje aan en dan moeten jullie me even iets voor jezelf doen. Maar ik vind het niet prettig spelen als ik weet dat er gewoon iemand echt het niet goed heeft. Thank you.
gaat dus helemaal niet goed. En is eigenlijk wat erger dan ik me realiseerde. En ik wil eigenlijk, als jullie dat niet erg vinden, een kleine interventie plegen om te kijken of ik hem hier uit kan krijgen. Hij zit nogal in zichzelf. Dus ik zet even een paar dingen klaar. De aarde warmt op. We staan aan de vooravond van een gigantische godsdienstoorlog. In Amerika is een president aan de macht die een atoomoorlog nodig heeft om zijn eigen incompetentie te verbergen. Europa valt uit elkaar. En in Nederland zijn racisme en xenofobie de norm aan het worden. Ja, en straks nemen de robots al onze banen over. De oceanen zijn leeg, het klimaat warmt op. Het zijn allemaal dingen die waar zijn, robots. Niet alle robots. De Alpha 2.0, die gaat jullie baan afpakken. En de Alpha 3.0 van Alpha 1.0 zullen jullie geen last hebben. Onze rol is uitgespeeld. Wij eindigen in een la met oude Nokia's. En de mensen in het publiek zullen allemaal eindigen in een kist. Zullen we dat niet Sommigen zullen sterven in hun slaap. Mm-hmm. Maar daar ben ik niet maar zo mee. Maar de meesten zullen een langzame en pijnlijke dood sterven. Luister. Door ziekte of oorlog of honger. Uiteindelijk zal de mensheid uitsterven. En dat maakt het leven zo zinloos. Oké, maar dit wat je nu doet is precies wat ik niet wil dat je doet. Ik heb geen zin dat je mensen nu laat. Dat jij je niet goed voelt is helemaal legitiem. En de mensen zijn naar het theater gekomen. Voor alle duidelijkheid, hè. Er zit hier niemand in de zaal die niet weet hoe slecht het gaat met de wereld. Er is niemand die de illusie heeft dat hij niet dood zal gaan. Dus hoef je ze niet aan te helpen herinneren. Wat heb ik nou net daar proberen te vertellen? Dat mensen naar het theater komen om te proberen even meer te zijn dan prima. Het schrik... Daarom zei ik, zet mij dan maar uit. Nou. Ontspan je. Ontspan. Ik bedoel, ga even zitten dat de spanning van je scharnier is. Nou, waar denk je aan? Goed. Wat voel je? Probeer daar eens antwoord op te geven. Angst. Angst? Ik ben bang. En waar ben je bang voor dan? De toekomst. Tja, dat noem je ook iets, hè? Weet je wat het is? De toekomst is natuurlijk ook heel erg eng. Maar de toekomst is ook best wel ver weg. En het is ook wel iets waar je helemaal geen controle over hebt. Dus het is ook wel eigenlijk heel erg jammer dat je je daar zo door uit het lood laat slaan. Hé. Hey. Het is toch ook nog morgen? En dat is ook de toekomst. Maar dan, ik denk dat morgen de wereld nog niet vergaat. Hè? Morgen zijn we er allemaal nog. Dus probeer nou eens te denken, waar heb je zin in om morgen te doen? Zal ik een voorbeeldje geven waar ik zin in heb morgen? Nou, ik ben eigenlijk wel... Ik verheug me er morgen op dat dan zijn de televisieopnames zijn gemaakt. En daar heb ik best wel lang naartoe geleefd. Dus dat was een vrij drukke periode met best wel veel stress. Daar heb ik heel veel dingen voor me uitgeschoven. En ik verheug me erop om mijn bureau op te gaan ruimen. Dat is inmiddels een hele grote berg met allemaal bonnetjes en rekeningen en wat boeken. En dan zet ik een audioboek aan en dan ga ik lekker luisteren naar een goed verhaal. Terwijl ik rustig mijn bureau van een grote stapel verander in allemaal kleine stapeltjes. En dan morgenmiddag om 2:00... Dan ga ik de kinderen ophalen, die waren bij opa en oma logeren, zodat ik me goed kon voorbereiden op de voorstelling. Nou, ik verheug me heel erg om mijn kinderen weer eventjes te zien. Dat is ook iets waar ik heel erg... Ik heb geen kinderen. Weet je, Robert, misschien moet je een keertje met iemand anders praten.
He, misschien ben ik niet degene die jou kan helpen hiermee. Zou jij even met de robot willen praten? Ja. Ik pak even de microfoon. Anders, niet dat het voor de zaal is, maar anders voelen die zich buitengesloten. Zo. Hé, hey, robot, ik heb hier iemand voor je. Hallo. Hallo. Hoe heet jij? Ik ben Pim. Van Micha moet ik vragen wat jij morgen gaat doen, waar je je op kan verheugen. Nou, morgen, dan ga ik opstaan en dan ga ik de hele dag werken. Maar daar verheug ik me niet op. Ik verheug me op daarna, want dan ga ik op een terras. En dat terras is op een... Ik werk in een gebouwtje en dan heb je een heel mooi dakterras. En dan ga ik samen met wat vrienden ga ik op dat dakterras zitten. En dan gaan we kijken over de stad. En terwijl we over de stad aan het uitkijken zijn, dan denken we... Oh, het is weekend. En daar heb ik heel veel zin in. En jij bent ook uitgenodigd. Nou, dat is heel lief van je. En als ik jou vraag... Het gaat erom dat hij eventjes uit zijn eigen hoofd komt. Dankjewel. Ja, sorry dat dit zo loopt. Ik had het natuurlijk ook niet helemaal aanzien komen. Kom maar. Hallo, robot. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Sally. Wil je mij vertellen waar je je op verheugt als je morgen uit bed komt? Als ik morgen uit bed kom, dan is het heel lekker weer, is het voorspeld. En dan ga ik met mijn... Dan ga ik naar het zwembad in Amsterdam. En dan ga ik lekker genieten van het koude water. En daar verheug ik me op. Dankjewel. Oké. Okay. Als ik jou vraag, waar denk jij aan? Ik heb morgen vrij. Je hebt morgen vrij, maar wat, ja. wat is er? S'avonds ga ik met vrienden naar Nijmegen. Je gaat met vrienden naar Nijmegen dan? Terrasen, een biertje. En de zaterdag tennis. En dan zaterdag tennis, en daar kan je morgen al op verheugen. Ja. Zou je dat aan de robot willen vertellen? Maar dat vind ik, want het gaat erom dat hij even uit zijn eigen hoofd komt. Dag robot. Hallo, wat is jouw naam? Ik ben Pieter. Ik ken nog iemand die zo heet. Dat is toevallig. Niemand is uniek. Sorry. Waar verheug jij je op als je morgen wakker wordt? Als ik morgen wakker word, ga ik eerst even een vriend verhuizen. Die gaan we dan naar een eigen plekje brengen. Dat is heel leuk. 'S middags rijden we naar Nijmegen. En dan gaan we met wat vrienden op het terras zitten. Lekker van de zon genieten. 'S avonds een biertje doen en dan zaterdag lekker sporten, lekker tennissen. Dankjewel. Hey robot. Heb je nou gehoord wat er allemaal voor mogelijkheden zijn om te doen? Er is zoveel wat je morgen kan doen. Je kan gaan tennissen. Je kan naar het zwembad. Er zijn zoveel leuke dingen om te doen. Je kan een dagje vrij nemen. Probeer nou eens te bedenken waar je zelf zin in hebt morgen. Probeer nou eens te zeggen waar je zelf zin in hebt morgen. Waar heb je zin in om morgen te doen? Bram? Is hij leeg? Batterij? Ja. Ja. Andy, batterij is leeg. Hij wordt heel erg ook niet gaan. Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe. Kan je hem even aan de oplader leggen? Nou is het ook wel zo dat therapie zuigt energie, hoor. Dus... Goed. Waar waren we? Oh ja.
Dus ik had verteld aan hem dat de voorstelling eigenlijk zou beginnen met mij zittend achter het tafeltje vertellend over de vorige voorstelling. En ik vertelde dat ik een bril zou gaan kopen uiteindelijk via dat ik achterkwam dat mijn oog niet goed was. En toen zei ik, hij vond dat dus geen idee, goed idee. Ik zei, ja, maar de voorstelling begint dan eigenlijk pas. Oh ja, zegt hij, want omdat ik die bril op heb, is de wereld eigenlijk een vijandige wereld. En dan heb ik een afspraak. En ik zei, dit ga je leuk vinden, want raad eens met wie ik een afspraak heb. Nou, zegt hij, ik zeg, met jou. Hij zegt, met mij? En wie gaat mij dan spelen? Ik zeg, nou, die mag je ook spelen. Dus je mag mij spelen en je mag jou zelf spelen. Hij zegt, hoezo, moet ik dan twee mensen tegelijk gaan spelen? Hij zegt, nou ja, dat is echt wel eens eerder vertoond, hoor. Hij zegt, ja, maar ik geloof daar nooit zo in. Ik zeg, hoezo niet? Hij zegt, nou, ik ben dan altijd bang dat je halverwege niet meer zo goed weet wie nou wat zegt. Ik zeg, hoezo? Nou ja, in ieder geval zeg ik, luister, ik regisseer het, maak jij daar nou maar geen zorgen over. En dit is mijn idee. Hij zegt, ja, oké, prima, maar wat is dat voor gesprek? Ik zeg, nou, kan je nu al vertellen? En dat is waar theater wordt. Het is geen ontspannen gesprek. Hoezo, zegt hij? Nou, zeg ik, bijvoorbeeld het begin al. Ik kom daar binnen en ik zeg, ik wil graag cappuccino. En dan zeg jij, doe mij maar gewoon een koffie. En dat valt bij mij verkeerd. Hij zegt, dat zou ik nooit zeggen. Ik zeg, gast, dat zei je net zelf. Hij zegt, ja, omdat jij mijn teksten schrijft. Ik zeg, nou, maar dan is het toch gebeurd. Dus, nou ja, allemaal heel vervelend. Ik zeg, luister, dan begint het, want dan hebben we dat gesprek met elkaar. Ja, zegt hij. En waar gaat dat gesprek dan heen? Zeg, ik weet het niet. Hij zegt, zo weet ik niet. Ik zeg, we zitten er middenin. Hij zegt, oké, klinkt allemaal interessant, maar ik mag hopen dat je wel weet waar het heen gaat. Ik zeg, hoezo waar het heen gaat? Hij zegt, nou ja, wat is het einde van de voorstelling? Ik zeg, oh, nou, deze voorstelling gaat geen einde krijgen. Hij zegt, hoezo? Deze voorstelling gaat geen einde krijgen. Een voorstelling moet toch een einde hebben? Ik zeg, nou, laat ik eerlijk vertellen, het einde ben ik de laatste tijd steeds teleurstellender gaan vinden aan voorstellingen, films en toneelstukken en boeken. Dan zit ik een roman te lezen en denk ik, ja, zo is het, ja. En dan is de laatste bladzijde, denk ik, ja, zo kan ik het ook. Ik vind het einde vaak het minst geloofwaardig aan iedere voorstelling. Dus ik zei, ik zit te overwegen om een voorstelling te maken zonder einde. Nee, hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar ieder verhaal moet een einde hebben. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, het wordt pas een verhaal als het een einde heeft. Dat is het moment waarop de rest... He, alles betekenis krijgt. Ik zeg, betekenis? Ja, zegt hij, dat is wat een einde doet. Het zorgt dat alles... Ik zeg, en wat dan als ik ervan overtuigd ben dat het leven geen betekenis heeft? Hij zegt, ja, mensen komen toch naar het theater omdat ze betekenis willen? Oh, dus ik moet ze voorliegen, zei ik. Hij zegt, luister, Micha, iedere voorstelling heeft een einde nodig. Ik zeg, nou, mijn voorstelling krijgt geen einde. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. En toen deed hij iets heel slims, want hij kent mij natuurlijk wel. Hij zei, Micha, kom op. Heel slim, hij kent, weet hoe die man moet kietelen, zei hij. Er is in Nederland één cabaretier, als er één cabaretier is die in staat is iedere voorstelling met een einde te komen, dat je denkt, verdomme, het is hem weer gelukt, dan ben jij het, zei hij tegen mij. Ik zeg, ja, maar ik wil dus geen cabaret maken, dit wordt geen cabaret en het krijgt geen einde. Hij zegt, maar waar gaat de voorstelling dan heen? Nou, zeg ik, het begin. Ik eindig met een begin. Hij kijkt me aan en zegt, je eindigt met een begin? Ja, zeg ik. Ik begin met het einde van de vorige voorstelling en ik eindig met het begin. Hij zegt, luister, Micha, dat de avant-garde jarenlang niet begrepen is, wil nog niet zeggen dat iedereen die totale onzin uitkraamt tot de avant-garde behoort. Ik zeg, nou ja, dit is de voorstelling die ik in mijn hoofd heb en ik wil dat jij hem gaat spelen. Hij zegt, nou, ik zie geen enkele reden waarom je mij daarvoor nodig hebt. Ik zeg, nou ja, om afstand te creëren tussen mij en mijn publiek. Hij zegt, je laat me niets vertellen dat je niet zelf ook zou kunnen vertellen. Ik zeg, dat is toch genoeg? Nee, zei hij, ik ben fictie, ik kan alles. Je kan me alles laten doen. Ik zeg, kan je alles laten doen? Ja, zei hij. Als jij wil, kan ik vliegen. Ik zeg, kan jij vliegen? Ja, zegt hij. Ik zeg, doe dan eens. Niets. Dus ik zei van, nou ja, weet je, ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ik schrijf de voorstelling, jij speelt hem, we hoeven geen vrienden te zijn. Op dat moment zei hij, nou prima, dan vraag je maar iemand anders. Ik zeg, ja, dat zou gek zijn, dat iemand anders hier zit en denkt iedereen, waarom is Micha er niet? Ja, dat vind ik ook, zegt hij. Pakt zijn jas, loopt zo het cafeetje uit. Ik zeg, daar kan je mij niet aan doen. Je kan het niet maken om mij nu weg te lopen terwijl die voorstelling geboekt is. Terwijl mensen al naar het theater komen en dat ik dan zonder... Maar wat voor zin heeft dit dan? Wat voor zin heeft dit dan? Wat voor zin?
Heeft het om nu zo een verhaal te vertellen? Je kan de vraag ook omdraaien. Wat voor zin heeft het om zo'n vraag te stellen, Robert? Ik bedoel, ik zie ook dat het enge tijden zijn. En ik zie ook dat de toekomst er niet mooi uitziet. Maar dat is toch geen reden om de tijd stop te zetten en niet door te gaan met waar we mee bezig zijn. Dan geef je het toch op. Dat is toch capitulatie. En bovendien, ik ben ook wel blij dat ik wat te doen heb. Ik bedoel, het alternatief is helemaal niets doen. Je had toch ook kunnen afzeggen? Nou, dat heb ik ook wel overwogen. Toen ik al die brieven kreeg, heb ik heel erg overwogen om te stoppen en te denken van wat heeft het eigenlijk voor zin om nog iets te maken. Als toch niemand geïnteresseerd is en als de mensen die wel geïnteresseerd zijn verstoord worden door andere mensen. Maar ik ben zo blij dat die afspraak toen al stond hier in de agenda. Dat ik toen al wist dat ik vanavond hier moest Misschien zijn. Misschien moet je mij maar gewoon in de doos leggen. Het is waarschijnlijk beter als ik even een poosje alleen ben. Weet je, dat is volgens mij het allerstomste wat je kan doen, om nu alleen te gaan zijn. Ik ben zo blij dat ik juist onder de mensen ben, dat ik op moet treden, anders raak je de moed kwijt. Ik ben de moed al lang verloren. Waar haal ik niet mijn moed vandaan? Robert, moed. Moed is niet iets wat je per post opgestuurd krijgt of wat je zomaar overal kan vinden. Moed is iets wat je moet verzamelen, waar je voor moet werken. Je moet moed verzamelen, je moet er naar op zoek. Iedere dag moet je moed verzamelen, dat doe ik ook. Ik heb vandaag nog moed verzameld. Wil je anders even mijn verzameling zien? Ik ga morgen voetballen in het park in Meppel. Ik heb een paar dagen heel hard gewerkt, dus ik kan me behoorlijk verheugen op een potje voetbal met mijn vrienden. Om Peruaans te gaan eten met mijn vriendin. Ik ga morgenavond een borreltje drinken in de stad. Ik verheug me dat ik sowieso de hele dag vrij ben. En dan ga ik in de loop van de dag bomen omzagen. En dat is heerlijk voldoeninggevend. Lekker hard werken. En gevaarlijk ook nog. Ik verheug me dat ik moet zingen morgenavond. Ik ga morgen een hoop teksten proberen te lezen en met een uiteindelijk doel om een kritische manier van denken te ontwikkelen. Maar dan niet morgen, helaas. Maar, dat zal later komen, maar ik zet wel een eerste stap. Piano spelen en mooie muziek maken met iedereen en zien wat dat doet met anderen. En het leuk hebben met elkaar dan. Ik ga morgen een boek lezen over middeleeuwse koningen. Ik ga morgenochtend mijn nieuwe motor ophalen. Ik heb een nieuwe motor gekocht, een Yamaha. En het is een beetje stoere motor. En daar verheug ik me heel erg op om die op te halen. Ik verheug me erop dat ik morgen ga uitslapen en niet ga hardlopen. Als ik morgen uit bed kom, dan verheug ik me op een leuke vakantie die ik morgen ga beginnen. Op modder strooien in de tuin. Ik ga uit mijn keukenraam de pruimenbloesem zien. Als ik morgen uit bed kom, dan verheug ik me heel erg op dat ik die avond een Italiaanse groentesoep ga maken. Met wortel en rozemarijn en knoflook en een heleboel ui. Snijden is heel erg leuk om te doen. En het is zo mooi dat dan de hele keuken ruikt naar al die kruiden die je erin doet. Zie je, Robert, moed is niet iets wat je zomaar overal vindt. Als je moed wil vinden, dan zal je op zoek moeten naar iemand anders die ook op zoek is naar moed. Want als twee mensen die op zoek zijn naar moed elkaar ontmoeten, vinden ze allebei een beetje moed. En de eerste keer denk je misschien dat het te weinig is, maar dan moet je verder zoeken naar iemand die op zoek is naar moed. En als je die ontmoet, vind je weer een beetje moed. En iedere keer dat je iemand ontmoet die op zoek is naar moed, zal je merken dat je een beetje moed vindt. En zelfs als je ervan overtuigd bent dat je de enige bent die op zoek is naar moed, dan zal je merken dat als je gaat zoeken, dat ze vanzelf terugkomen. Kijk, daar komen ze.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.